Goedemiddag! Jongen, jongen. Nou, daar zijn we weer. Wat hebben we deze week allemaal? Nou, het wordt een drukke week. Mm-hmm. We gaan nu eerst naar het altijd gezellige Paaspop. Waar is dat? Schijndel. Schijndel. Waar jij een verrassingsoptredetje gaat doen. Ja, voor Padum Paas. Eigenlijk Padum Pats, maar ze noemen het nu Padum Paas. Padum Paas. Dat is kei gezellig. Dat is van Howard Komproe, die jullie misschien in de passie hebben gezien. En dan nee, bedoel ik niet de passie, maar de passion. Passion. Zie, ik zit wel met mijn gedachten heel erg anders. En hij was Pilatus Pas. Paaspop it is, baby. Here we go. Oké. Okay. Doei. Sowieso een persoon met de allergrootste paaseieren van de hele wereld. Laat ze horen. En daarna direct door naar Carlos de Vee Café. Je moet eraan trekken, heb ik gehoord. Maar trek jij daar even aan, hou ik hem vast. Oh. Hoort het? Oh. Oh, ik word er helemaal weeg van. Ja, je trekt aan de snurf. Ja, natuurlijk. Hey, dat is niks nieuws voor mij, hè? Het is niet nieuws voor jou, nee. Hè? En dan hebben we overmorgen... hebben we jouw toyline release, dus wij gaan op pad. Spannende slaapkamerspeeltjes. Ja, waar we al een jaar mee bezig zijn. Ja, maar nou, dat heb je natuurlijk ook laten zien in aflevering, als ik het uit mijn hoofd, aflevering 3 was het. Ja. Zijn we in de fabriek geweest. Ja. En nu gaat het echt gebeuren. Is het niet superleuk een spleet te hebben? Ben jij ook zo blij met je vagijn? Het is op zo'n mooie mossel, een goddelijk flamoes. Van de allerkaalste bruin tot de meest aardige poes. Ja, nee, ik vind het gewoon fantastisch dat jullie er zijn. Ik ben heel erg blij dat dit ook een soort kindje van mij, of kindjes, wat geboren wordt hier. Die jullie dadelijk allemaal kunnen bekijken. Dames en heren, hier is... Speel ermee, hou het vast. Niet gebruiken alstublieft. Hou het netjes hier vanmiddag. Dank jullie wel en party on! Nou, de lancering zit erop. Het was één groot succes. Ik ben heel blij, echt heel blij, want ik heb er zo lang naar uitgekeken en we hebben er zo lang aan gewerkt. Iedereen was super enthousiast. Ik ben het nog een beetje aan het verwerken. En ik kan je in ieder geval vertellen, op dit moment zijn ze de vrachtwagens aan het uitladen met alle toys. En dus kan ik hier rustig op mijn gemakje genieten van alle lieve, leuke babyspulletjes die ik van iedereen gehad heb. Kijk nou hoe lief allemaal. Hier word je heel blij van. En ik wil ook nog wat mensen bedanken die tussendoor nog eigenlijk dingen naar me sturen. Want ik krijg best wel veel dingetjes, of wij eigenlijk. Dus daar wil ik iedereen voor bedanken. Ik ben er super blij mee. En dadelijk de kleine. In de buik natuurlijk ook. Nou, dit was het. Voor zover. Zoals we altijd afsluiten. Einde bericht.